De zusjes Tromp zijn allebei geboren in Hoogwoud en zijn allebei gaan studeren in Amsterdam. Maar de ene keerde na een tijdje wel terug naar Hoogwoud en de andere wilde dat absoluut niet. Waarom eigenlijk niet? Ik ga met de zusjes Tromp praten. Ja, we wilden graag een eigen huis. We woonden heel leuk in Amsterdam op een hele leuke plek, maar geen tuin, geen buiten, zeg maar geen balkonnetje ook. Maar ook omdat we hier gewoon nog best wel een sociaal netwerk hebben. Ook mijn vriend komt hier uit de buurt vandaan. Vond het ook wel gewoon leuk om terug te gaan naar vrienden en naar familie vooral ook. Mijn hele schoonfamilie woont in de buurt, mijn ouders wonen echt om de hoek. Ik heb hier eigenlijk geen sociaal netwerk. Dus ik had hier wel mijn ouders en op een gegeven moment wel mijn zusje natuurlijk. Maar ik heb hier verder geen vrienden of kennissen overgehouden aan mijn kindertijd. Dus ik ben eigenlijk in Amsterdam blijven wonen. Ik denk dat de meesten hier uit de omgeving blijven hier ook wel een beetje hangen. Een enkeling trekt inderdaad eerst even naar de stad om te studeren. En ik ken genoeg mensen die daar geen behoefte aan hadden. Dus ik bleef gewoon bij een ouders tijdelijk wonen en ging even vanuit daar studeren. 1, 2, woehoe! Ja, ik vond het heel leuk toen ik kind was, zeg maar de vrijheid. En dat al je vriendjes en vriendinnetjes vlakbij zitten. Maar tijdens mijn puberteit kon ik hier gewoon niet meer wegvinden. Ik had meer behoefte aan wat creativiteit om me heen. En dat kon ik hier niet echt vinden. Ja, ik heb wel iets meer reuring om me heen nodig. Ook al ben ik zelf wel iemand die heel rustig is en wel lekker vindt om lekker binnen te zijn en zelf lekker een boek te lezen. Maar ik hou wel van die reuring omheen. Als ik mijn deur uitstap, dan vind ik het wel fijn dat er allemaal trams rijden en mensen op straat zijn. En altijd wel iets te zien of iets te doen, dat vind ik fijn. Dus ik ga liever op in de massa, denk ik. Ja. Nou ja, en het is wel moeilijker hier natuurlijk om te zeggen, ik trek me terug als ik daar behoefte aan heb. En ik heb dan die behoefte namelijk echt niet. Ik vind het wel fijn, gewoon lekker zo rondwandelen en hallo. Teuten. Maar ja, als je daar geen behoefte aan hebt, dan kan dat hier niet. Maar dan kun je in je eigen huis terugtrekken wel? Of heb je nooit die behoefte om je af te zonderen? Nee, Marijke niet. Marijke is heel anders dan ik ben. We lijken meer op elkaar. Hoe ouder we worden, hoe meer we op elkaar lijken. Maar vroeger was Marijke echt de outgoing, open kind. Die gewoon iedereen toegekwam en een praatje maakte overal. Over het algemeen in het dorp, ik zou niet zo snel voor een dorp kiezen of het Hoogwoud is of Opmeer of Twisk. Ja, Twisk vind ik nog wel schattig ergens. Maar je hebt hier gewoon te veel herinneringen ook, denk ik. Dat ook misschien wel meespeelt. Dat je, ja, ik heb me hier niet altijd thuis gevoeld of zo. En dan heeft elke plek wel een herinnering of een gevoel wat het weer oproept. Dan zou ik eerder gewoon blanco starten in een totaal nieuw dorp, denk ik, dan dat ik dan hierheen terug zou verhuizen. Ja, ja, gewoon in de puberteit op de middelbare school, ik kon gewoon mijn draai niet echt vinden. Ik was heel erg teruggetrokken wel en ik stotterde heel erg. En je hebt hier allemaal van die dorpskroegen waar je heen gaat, waar de muziek op volume weet ik hoe hard staat. En als je stottert en je moet continu je zinnen herhalen, is dat echt een soort pijniging. Waardoor ik ook gewoon niet uitging en me eigenlijk heel erg afzonderde. Dus ik was vooral in de bibliotheek te vinden en dan ging ik boeken lezen. Zware literatuur zoals Van de Koele Meren des Doods bijvoorbeeld. Gewoon echt, ik was best wel een einzelganger. Ik vond sociale contacten opbouwen en onderhouden heel moeilijk. En dat ging over toen ik voor mezelf blanco opnieuw startte in een stad. Dat ik dan ook helemaal niemand had en wel mijn eigen weg moest vinden. En ja, dat heeft me wel heel goed gedaan. Dat had ik echt nodig, denk ik. Ja. En dat is natuurlijk wel een soort van, ik bedoel, ik ervaar het niet zelf, maar ik kan me voorstellen, een nadeel van een dorp. Als je hier je hele leven wel woont, mensen kennen je ook nog gewoon van vroeger. Ik bedoel, ik kom ook wel mensen hier tegen en ik denk, oh ja, vroeger was je echt best wel een vervelend kind of zo. Of, oh jij bent die gekke, rare, ik heb wel eens verhalen van jou gehoord. Terwijl je iemand natuurlijk eigenlijk helemaal niet kent. Dus dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op, maar het is er wel. Dat gebeurt gewoon. En dat is in een dorp denk ik nog wel wat
heftiger dan in een stad. Ik vond het vroeger heel lastig dat het ons kent ons en iedereen had een, ja, mensen hadden toch meningen over je. Ook wel dat, ja, ik voelde me een beetje beklemd. Terwijl eigenlijk, dat is wel grappig, eigenlijk in een stad heb ik ook kleine gemeenschappen gevormd van mensen die ik dan ken. Dus bijvoorbeeld, ik woon in Nieuw-West, ik ken daar best wel veel mensen. Dus als ik dan fiets, dan heb ik ook, hey, hallo, weet je, ook wel een beetje dorpse, maar je kan toch ook opgaan. Kind twijfel ik wel eens hoor, dat ik dan denk, ja, een stad is ook, ja, ze zit 7 hoog in een flat, ze kan niet zelf naar buiten of zelf buiten spelen. Die vrijheid die ik had, gaat zij niet krijgen. Maar toch, ja, zit er weer andere mooie kanten aan een stad. Gewoon, ja, al het hele culturele leven dichtbij en het bruisende, dus alle soorten mensen door elkaar. En, ja, in Amsterdam volgens mij heb je nu, ja, 180 nationaliteiten. En toen ik hier opgroeide, ja, ik had 1 meisje in de klas waarvan haar ouders Marokkaans waren. 1 jongen was half Marokkaans. En ik weet wel dat wij als kind heel veel vragen hadden, als kleutertjes al, van nou, waarom heeft haar moeder een hoofddoek op? Waarom heeft ze tekeningen op haar handen? Ik had dan wel een hele leuke juf, juf Nettie. Mm. En ja, die pakte dat wel aan. Die had gewoon bepaalde, ja, van die soort van themaprojecten van een aantal weken. En die had dan het project Marokko. En dan de moeder van mijn klasgenootje bracht dan allemaal jurken en allemaal ja, hoofddoeken. Ook met belletjes, maar ook en met, ja, allerlei verschillende stoffen. En het rook ook gewoon heel lekker naar kruidnagel. Dat weet ik nog heel goed. Ik was misschien 4-5 jaar. En ik weet ook dat ik dat allemaal aandeed en er ook niet uit wilde. Dat mijn moeder elke dag weer een huilende deeltje mee naar huis moest nemen. Omdat ik gewoon die gewaden aan wilde houden. En dan denk ik van ja, zoiets verrijkt je wel. Ik vind dat een beetje lastig om te praten over de diversiteit in een dorp en zo. Het is natuurlijk, ja, wel, een dorp is wel, nou ja, er, ja, lopen hier weinig mensen met een andere culturele achtergrond, ja, zeg maar, lopen hier rond. Ja. En het rare is dat mijn vriend, die wil heel graag hier wonen. Die vindt het helemaal fantastisch, een dorp. Maar ja, hij is, ja, als we hier, zeg maar, lopen, worden we heel, wordt echt aangestaard. Gewoon echt, mensen gaan op een stoel uit het raam kijken als we langslopen. En dan denk ik, nee. Nee, dan zou ik hier niet zo snel heen verhuizen. En daar ben ik dan voor haar ook ergens bang voor. Dat als je hier dan naar school gaat, dat er dan toch, ja, dat je toch opvalt of zo. Oh, ik heb koekjes. Ja, maar je bent een beetje vies aan het eten, hoor. Overal kruimels. Wat moeten de mensen wel niet van je denken nu? Laat ze maar denken, Aiba. Maar het zou wel heel leuk en fijn zijn als Diel, dat is mijn persoonlijke mening, maar ik weet dat ze dat zelf, dat mijn ouders dat ook vinden, als ze gewoon wat dichter in de buurt zou wonen. Dat is wel echt, ja, we zien elkaar best wel veel en we hebben echt wel een hele hechte band. Maar ja, je gaat niet even een avondje of een middagje gewoon even om een kopje te doen bij elkaar langs of zo. Dat, ja, dat is gewoon net even te ver. En is dat juist het outgoing wat jij juist niet wil? Dat je eigen... Gewoon een deur op slot, er komt niemand binnen. Kom ze weer. Nee, ik mis mijn familie ook wel eens, maar... ik heb daar ook misschien iets minder behoefte aan, ja, misschien. Ja, we zijn heel verschillend, maar toch ook wel weer, ja... Ook hetzelfde. We lijken gewoon niet op elkaar, ook qua uiterlijk natuurlijk niet, maar ook qua innerlijk niet altijd. Maar ik denk dat we steeds meer dingetjes achterkomen die we gemeen hebben. En die, dat we nu wel gewoon, hoe ouder we worden, hoe hechter onze band ook wordt of zo. Dat is wel, ja, dat is wel leuk.